Zie je! 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hey! Leuk dat jullie er zijn. Ja, wij zijn er ook. Ja, ik en Stuart, maar Stuart ligt nog te slapen. Ja, weet je, we hadden gisteravond hadden we een feestje. Het was erg laat geworden. Ik krijg hem maar niet wakker. Ik heb hem al geroepen, maar hij ligt heel diep te slapen. Hey, weet je wat we doen? We gaan hem gewoon samen wakker maken. Dat is een goed idee. Weet je, dan... Hij slaapt echt heel diep. Dan tel ik zo meteen tot 3. En als ik dan tot 3 heb geteld, dan roepen we heel hard Stuart. Ja? Oké, gaan we doen. 1, 2, 3. Stuart! Hij slaapt echt ontzettend diep. Zo diep, hij wordt niet eens wakker. Stuart! Stuart, wakker worden! Nou, hij slaapt echt. Nee, hij wordt echt niet wakker. Nou, nog één keer. Nog één keer tot 3 tellen. En dan kijken of hij dan wakker wordt. Ja? Oké, komt ie hoor. Echt heel hard roepen, hè? Na 3. Goed, komt ie. 1, 2, 3. Stuart! Oh ja. Zo hé, slaapkop. Ik heb. Ja, jij. Hier, kijk nou, alle kinderen zijn er al. Oh ja. Ja, ik was heel diep aan het slapen. Ja, dat merkte ik. We hebben je hartstikke hard geroepen. Ja? Ja, maar je werd maar niet wakker. Nou, dan was ik heel erg moe. Ja, zeker weten. Hé, hey, Stuart, wij gaan vandaag vertellen wat we gaan doen. Oh, leuk. Ja. En we hebben een hele speciale gast vandaag. Oh ja, wie dan? We hebben de slaapprofessor. De slaapprofessor? Ja. Dat is leuk. Dan leer ik nog meer over, misschien ook wel over wakker worden. Ja, wakker worden. Want dat is nu wel nodig, hè? Bij jou. Ja. Hé, weet je wat we doen? We gaan goed luisteren naar die slaapprofessor. Misschien kan hij ons iets vertellen over waarom slapen belangrijk is of... hoe je het beste kunt slapen of over wakker worden. Ik weet het niet. Zullen we naar hem luisteren? Oké. Nou, wij gaan luisteren. En dan kan jij misschien ondertussen een beetje wakker worden. Ja. Hallo kinderen, wat leuk dat jullie kijken. Mijn naam is professor Bert Waiter. Ja, Bert Eduard Dirk Waiter. Maar mijn vrienden noemen mij gewoon Bert hoor. En ik ben dus een professor, ja. En ik ben een professor aan de Universiteit van Dutjedoen. En dat is een hele grote, belangrijke universiteit waar we heel veel weten van slapen. Yes, ik ben een professor in de slaapkunde, ja. En ik weet ook heel veel van rust, waarom je rust moet nemen. En ook heel veel van... heel veel belangrijke andere dingen. Want ik heb heel veel onderzoek gedaan met deze spulletjes en zo. Hè? Ja, waarom het zo belangrijk is, want dat vragen heel veel kinderen aan mij. Waarom is het zo belangrijk dat je slaapt? Nou, kinderen, ik ga jullie dat vanmorgen uitleggen. Kijk, het zit zo. Ieder mens heeft ogenzwaarmakers. Ja, geloof je niet, hè? Is echt waar. Kijk, ik heb ze hier. Kijk, dit zijn mannelijke ogenzwaarmakers. En dit zijn vrouwelijke ogenzwaarmakers. Ja, en ieder mens heeft die in zijn ogen zitten. En ik heb zelf ontdekt, toen ik er onderzoek naar ging doen, kijk, dat overdag zijn ogenzwaarmakers heel licht. Wegen gewoon niks. Maar 's avonds, als het donker wordt, dan gaan ze zo in je oog, worden ze steeds een beetje zwaarder en zwaarder. En dan gaat je oog dus zo steeds... een beetje verder dicht. Totdat je uiteindelijk je ogen helemaal dicht zijn en je heel erg moe bent en het tijd is om te gaan slapen. Ja. Zo. Dus kinderen, goed onthouden. Dat is heel belangrijk. En dan vragen ook heel veel kinderen aan mij. Maar professor,
Hoe komt het dan dat als je moe wordt, dat je gaat... gaat gapen? Nou, kinderen, ook daar heb ik iets voor uitgevonden en ontdekt hoe dat werkt. Kijk, dit is namelijk zo dat als je gaat gapen, dat heb ik ontdekt en zit hierin, daarmee zeg je eigenlijk... Ik vind dit saai. Ja, hierin zit dus ook een beetje anti-saaigas. Dat kan je dan nemen als je moet gapen. Hè? En dat heb je misschien wel eens gemerkt als je eens ergens geweest bent waar je het eigenlijk een beetje niks aan vond. Een beetje boring. Dan ga je dus gapen. En dat is eigenlijk heel handig, want dan hoef je niet tegen degene bij wie je op bezoek bent te zeggen... Hé, eigenlijk vind ik het bij jou een beetje saai. Maar dan kan je dat gewoon een beetje laten merken door te gapen. Hartstikke handig, toch? En nou is het zo, kinderen, dat aan het eind van de dag... als je gaat gapen, dan is het dus eigenlijk zo dat je lichaam tegen jou zegt... Hé, ik vind deze dag eigenlijk een beetje... saai geworden. Kan je nou niet beter gaan slapen? Want de volgende dag wordt weer hartstikke leuk. Nou, kinderen, dus daarom gaap je. En het is ook heel belangrijk dat je voldoende slaap krijgt. Want als je bijvoorbeeld aan het werk bent en je zou zomaar ineens in slaap vallen, dan... is dat dus niet zo handig. Professor! Wakker worden! Professor! Oh, die slaapt ook al. Steward, de professor. Ja, sorry hoor. B hier. B, moeial, tante B, je weet wel. Ik ga hier echt even tussen nu. Dit gaat niet goed, jongens. Iedereen valt in slaap. En we moeten wakker blijven. Hoe kunnen we anders beginnen? Kunnen we anders starten? Kom op! We gaan... even. Gezicht. Wakker maken. Gauw. Ja, goed zo. Ja, even uitrekken. Ja. Ja, die gezichten zijn wakker. Oeh, gelukkig. Nou, even staan. Ja, staan allemaal. Kun je tot 8, 4, 2 en 1 tellen? Ik denk het wel. We doen even de armen en de benen achter elkaar. Doe maar gewoon na. Dan maak ik jullie even weer helemaal wakker. Kom op hoor. Staan. Ja, even staan. Oké, komt-ie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4... 6, 7, 8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Goed zo, ga naar 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Yeah! Kijken. Ja. Poeh. Gelukkig. Jullie zijn weer wakker. Poeh. Gelukkig. Nou, kijk lekker verder. Hey, weet je wat we nu gaan doen? We gaan luisteren naar een verhaal. Oh, leuk. Een verhaal uit de Bijbel. Ja, een verhaal uit de Bijbel. En dat gaat ook over slapen. Nou, dat is dan vast heel erg saai. Nee. Nee, het wordt niet saai. Het is wel juist een heel, heel spannend verhaal. Echt waar. Nou, en wie ligt er te slapen dan? Nou, Jezus. Echt waar? Jezus slaapt? Ja. En het stormt. Zullen we maar gauw naar het verhaal luisteren? Oh ja, lijkt me goed. Maar ik moet eerst even mijn oren uitpulken. Wat? Mijn oren uitpulken. Je oren uitpulken? Maar... Jak. Zo. Nou kan ik goed luisteren. Nou, luisteren jullie dan ook mee?
Heer Jezus is met zijn discipelen bij het meer aangekomen. Hij heeft de hele dag verteld, veel mensen om hem heen. En wat was het druk? De discipelen zeggen tegen Jezus, kom, we gaan een stukje varen. De Heer Jezus zegt, goed, dan kan ik lekker uitrusten onder in de boot. Daar ga ik even slapen. En dat doen ze. Ze gaan met z'n allen in het bootje en ze varen een stukje het meer op. Maar na een poosje is het meer niet meer zo rustig. Want als Petrus omhoog kijkt, ziet hij donkere wolken. Het kon wel eens gaan stormen, jongens. Laten we de boel goed vastzetten, voor als het straks gaat waaien. En dat doen ze. Het zijn vissers, dus ze weten hoe dat moet. Ze hebben vaker op het meer storm meegemaakt. Ze zetten alles wat in de boot zit vast met goede, stevige touwen. Maar dat is niet genoeg. De wolken worden steeds een beetje donkerder. Het wordt zelfs zo donker dat het zwart wordt in de lucht. Donker zwarte wolken. En ook de golven en het meer worden donker en zwart. En ze kijken om zich heen. En ze worden bang. Ze worden doodsbang. Oh, straks verdrinken we, zegt Johannes. Straks gaat het zo hard stormen dat ons bootje omkeert. En dan liggen we allemaal in het water. Wat moeten we doen? En Petrus zegt, we gaan naar de Heer Jezus dan. De Heer Jezus is bij ons in de boot. Maak hem wakker. En dan doen ze, Jezus, Jezus, word wakker. We zitten in een grote storm. Het is ontzettend spannend. Doe iets. En de Heer Jezus wordt wakker. Hij gaat staan. En hij ziet dat de discipelen ook heel bang zijn geworden. Donker en bang kijken ze om zich heen. Gaat het wel goed komen? Maar dan zegt Jezus, jongens, jullie weten toch dat ik bij jullie ben? Hij gaat staan en streng zegt hij tegen de golven en tegen de wind, word stil. En de golven en de wind worden stil. Het meer wordt helemaal glad, als een spiegel. De discipelen, ze zijn onder de indruk. Wow, de Heer Jezus heeft alles weer rustig gemaakt. Hoe kan dat? Zelfs de wind en de golven luisteren naar hem. Wat is Jezus machtig? Met Jezus dicht bij je hoef je niet bang te zijn. En mag je op hem vertrouwen. Hij is erbij. Wow, wat een mooi Bijbelverhaal, hè? Ja, Esther. Ja? Let op. Oké. Okay. Goed opletten. Ja, ja, ik let goed op. Ga je gang. Stop! Ja, en nu? Jammer. Jammer? Ja, je blijft praten. Ja, ik kan toch niet zomaar stoppen met praten? Ja, dat ging ik proberen. Ja, dat merkte ik. Ja, nee, dat werkt natuurlijk niet. Nee. Nee. Hé, hey, maar nu je het over praten hebt, wij gaan ook praten. Oh ja? Ja. Met God? Oh, bidden. Ja, bidden. Maar dat gaan we op een... bepaalde manier doen. Zullen we kijken naar het volgende filmpje? Ja, is goed. Jammer dat het niet lukt. Voor het gebed vandaag hebben we het volgende nodig. Stiften, een grote bak water, stukjes keukenpapier. Schrijf op de stukjes keukenpapier je zorgen. Dingen waar je vaak aan moet denken, die je spannend vindt of waar je 's avonds wel een beetje over piekert. Schrijf ze op het papiertje met een gekleurde stift en gooi ze in het water.
Jezus zegt: geef al je zorgen aan mij en ik zal je rust geven. Ja, we gaan de uitdaging doen. Hé, hey, Stuart. Ja? Wil jij het knopje even uitzetten? Ja, dat is goed. Ja, goed zo. Hé, hey, wil jij uitleggen wat de uitdaging is? Oh ja, leuk. De uitdaging is dat je een foto maakt van iemand bij jou thuis die... slaapt. Ja, dat is de uitdaging, hè? Ja. Hé, hey, en van wie dan bijvoorbeeld? Nou, van je broer, broertje, zus, zusje, zou het ook kunnen van je vader of moeder? Stiekem van je vader of moeder. Stiekem. Of niet per se stiekem. Jawel, dat is leuk. Of van je hond. Ja, of van je hond. Is ook leuk. Ja, of je cavia. Ja, of je poes. Ja. Van iemand thuis. Iemand thuis die bij jou slaapt. Heel diep slaapt. Ja. En dan gebruik je een telefoon. Of een fototoestel. Ja, maar Stuart, dat weten de kinderen wel. Ja? Ja, dat weten ze wel. En dan hopen we jullie foto te zien. Die mag je naar ons opsturen. Hé, ik zie je.